met wat voor afkomst mag jouw dochter of zoon niet thuiskomen? Nou, ik heb niks tegen somma's, maar ja, dan somma. Oké, maar zeg wat tegen ze. Misschien wel wat leuks zeggen. Ja, kan ook, hè. Geen haat aan jullie. Ga je voorhoofd checken. We hebben gewoon geen haat. Wacht even. Wat zei je? Ga je voorhoofd checken voordat je hier komt. Nee. Ga je voorhoofd checken. Ga niet voor je lichaam, man. Een donker persoon. Bro, kijk, zie je? Je bent gewoon eerlijk. Meiden, je geniet van die dames hier? Ja. Welke dames vind je het mooi? Hollanders, Marokkaanse. Chick is hazen, man, hè? Ik moet net in die camera. Eentje, roep eentje. Kijk hier. Wauw! Ik weet het niet, man. Want in Bayern zijn hun altijd irritant. Je taft het. Nu wij nu echt leven, elkaar doodmaken, dat is wat er wordt geschreven. Wagwan mensen, welkom terug bij een nieuwe video. Zoals jullie kunnen zien, we zijn er. We zijn in Leiden hier en vandaag gaan we een juicy vraag stellen. Mensen, voor alles eerst, ik heb vorige week geen video geüpload, dat heb ik expres gedaan. Ik ben even gewoon tussenuit gegaan, zodat jullie even kunnen rusten. En zodat ik weer met een banger online kom. En dit is een banger, kan ik je sowieso garanderen. Mensen, ga deze video checken, blijf hem checken. Want ik ga de vraag stellen, met wat voor afkomst qua vriendje mag jouw dochter niet thuiskomen? Dus bijvoorbeeld mag ze niet met een Marokkaan, met een Blakka thuiskomen, met een Chinees, met een Somaliaan. Met wat voor afkomst mag ze niet thuiskomen? Ik ben benieuwd, man, hoe ze hier zijn in Leiden. En dan ga ik gewoon starten. Bam! Zoals jullie kunnen zien, sta ik hier met drie dames. Hoe heet jij? Sarah. En jij? Quinty. Naomi. Eerst de dames van vandaag. We gaan kijken wat hun mening is. Zijn jullie ready voor de vraag, dames? Ja. Met wat voor afkomst mag jouw dochter of jouw zoon niet thuiskomen qua vriendin of man of zo? Nou, ik heb niks tegen somma's, maar ja, dan somma. Somma, Somalianen? Ja. Waarom Somalianen? Gewoon, ik weet niet. Je bent boos op zo, of wat? Nee. Hoezo somma's dan? Is toch wel een reden of zo? Nee, gewoon, nee, er is geen reden, maar ik weet niet, gewoon. En Chinezen, dat ook. Dus waarom dan? Je vindt ze niet mooi of zo? Of? Nou, stel je voor, je dochter komt wel met een somma thuis. Wat zou je doen? Nou, ik weet niet, man. Ik weet niet wat ik zou doen. Zou je reageren? Ja. Ik snap er gewoon. Wat zei je? Klap er gewoon! Hè? Je zou er gewoon klappen! Je zou er klappen waar die zomaar bij is gewoon! Ja! Ja? Ja, gelijk! Je bent koud op boos! Wauw, je zou er helpen ook nog erbij! Ja, ik zou er nog helpen! Wauw, ik hoor je! Ik hoor je! Oké, en jij? Hetzelfde als haar, Chinees of Somaliërs. Hetzelfde! En jij, je gaat ook zeker weer zeggen? Precies hetzelfde! Hetzelfde reden! Het is gewoon een lelijk gezicht als je daarmee loopt of zo. En jij? Ja! Gewoon. Ja. Gewoon hetzelfde. Deze dames zijn boos hier, man. Oké, wil je wat zeggen? Kan nu gewoon je ei kwijt. Oké, maar zeg wat tegen ze. Misschien wel wat leuk zeggen. Ja, kan ook, hè. Geen haat aan jullie. Ga je voorhoofd checken. We hebben gewoon geen haat. Voor de wacht even. Wat zei je? Ga je voorhoofd checken voordat je hier komt. Nee. Ga je voorhoofd checken. Wat is er met die voorhoofd dan? Gewoon een beetje sommige hoor. Wat is er met die voorhoofd? Zeg, wat is er met die voorhoofd? Voor sommigen zijn gewoon normaal, maar sommigen zijn gewoon echt hoppie groot. Je kan huis bouwen, zegt eentje. Je kan gewoon landen. Ja, je kan gewoon je vliegtuig op gaan zetten. Wil je nog meer dingen zeggen tegen ze of zo? Want je bent heel nieuw aan bezig. Love naar jullie. Oké, dat was lief. En jij? En SO naar hem. Dankjewel, maar wil je nog wat zeggen voor mij? En SO naar kleine John Choppo en hem. Je hoort het, man. En de cameraman. Oké, koud of veel. Geniet van het kijken en heel leuk. Lijken. Dankjewel, dames. Ik love jullie energy. Ja, fijne dag nog. Hetzelfde. Dat horen, ben op mezelf. Nee, man, ik heb niemand nodig. Geloven de meeste mensen. Ja, die zijn doodgeboren. Kom voor de bodem en ik wil gelijk naar de top. We papa en mama trots maken, want die zie ik nog. Jarenlang gewacht, nu leef ik eindelijk mijn droom. Leven is veel te heet, net een draad onder stroom. Even serieus, is dit hoe wij nu echt leven? Elkaar doodmaken, dat is wat er wordt geschreven. Toch, je ziet het. Ik ben hier vandaag met... Ilias, en jij? Dima. Ryan. Adieu. Wat voor afkomst mag jouw dochter niet thuiskomen? Je mag gewoon zeggen, broer, scheid, zeg het gewoon. Hola, met een Chinees. Met een Chinees? Ja, nee, man. Oké, en jij? Japaner of zo. Japaner, en jij? Ja, Japan, man. Japaner. Ga niet voor je lichaam, man. Een donker persoon. Bro, kijk, zie je, je bent gewoon eerlijk. Hier hou ik van. Broer, je moet gewoon straight zeggen wat je denkt, toch? Oké, waarom een donker persoon? Gooi je. Nee, toch, ze doen wel heel...
toch... Ik ken gewoon boys, toch? Gewoon donkere mensen. Zijn niet altijd op serieuze dingen. Dus je bent bang dat je dochter wordt gepleed of zo? Gewoon gewiept en wegwezen, je weet toch? Dat wil ik niet. Dat is deze boy, hij mag niet. Man. Wacht even, hij mag niet thuiskomen? Hoezo niet? Hoezo? Fuckboy. Bro, je bent fuckboy. Hoezo ben je fuckboy? Hij weet, ik ben leng. Waarom ik regelt ziek is, hij weet. Ah. Hey, hij zegt dit. Ablation, hij weet. Oké. Okay. Ik sowieso nog regelen. Ja, wacht even, laat me een voorbeeld geven. Stel je voor, je bent thuis gewoon op de bank. Eis dat je deur gaat open. Je ziet je dochter opeens met hem binnenkomen. Wat zou je doen? Oh, die vraag kan ik niet beantwoorden. Die kan... Wat zou je doen? Zeg het. Wat zou je doen? Hij weet hoe ik ben. Hij komt niet uit mijn huis. Nee. Als hij gewoon een goede jongen is later, misschien dat ze verandert. Dan oké. Misschien dat ze veranderd is. Ik zeg je eerlijk. Nee, man. Ik zeg je eerlijk. Met welke afkomst mag jouw dochter nu thuis? Bro, hij heeft gevraagd. Mag alles, boy. Oké, boy, je ziet hem bij Leiden. Wil je nog wat zeggen? Bro, we zijn naar Leiden. En zo naar Zijden, bro. We zijn naar Leiden, mensen. Je weet hoe het loopt. Tuzani. Die Bali man. Ja, man, maar ik ben geen Bali man. Geen probleem. Jullie zijn ready voor die vraag, boys. Ik ben ook ready. Wat voor afkomst mag jouw dochter niet thuiskomen? Qua vriendjes zijn. Zeg gewoon eerlijk, streek. Chinees. Oké. En gewoon. Zeg maar, broer, zeg maar. Moet gewoon. Ik wil sowieso zoon, maar als ik dochter krijg, ze moet gewoon een goede meisje zijn. Ze moet gewoon met een goede man gaan. Okay, je weet toch? Met wat? Hij moet gewoon werken, ja. Hij moet geen gekke dingen doen. Netto zijn, hij moet niet binnenkomen. Eeuwa, dit dat. Hij moet gewoon, hé, alles goed meneer. Gewoon zo. Normaal jongens zijn. Alles goed meneer. Oké, okay, en jij? Gewoon. Engels is ook goed. Everything good, sir. En jij toch? Ik hoor, en jij? Zou nooit komen met Chikuli naar huis en zo, man. Dus aan? Ja, man. Ik heb niks met hun, maar toch, ik die volk. Hé, hey man, ik kan niet met hun omgaan. Man. Waarom dat, bro? Ik weet niet, man. Je toch gewoon... Ja, man. Ik weet niet. Een beetje struggles met zijn hart of zo, kan. Ja, wel. Maar ik heb geen chickie, gewoon koelie gehad en zo, maar ik mag die mensen niet gewoon. Die familie mag je niet? Nee, man. Je toch. Waarom mag je die familie niet? Wat? Hoezo? Waarom lach je niet? Hoezo? Ik weet niet. Ik vind gewoon die touw een beetje raar en zo, snap je? Hoor je, man. Oké, en luister dan. Laat deze man op de beeld komen, toch? Hey. Wees zeggen tegen die camera, zeg maar. Ja, hier is heel leuk. Leuke kermis. Leuke mensen. Ja, leuke meiden hier ook. Leuke meiden. Leuke meiden. Ja, ik ben blij dat hier alles door is gegaan met die corona. Meiden, je geniet van die dames hier? Ja. Welke dames vind je het mooist? Hollanders, Marokkanen. Misschien kunnen we een date voor die man regelen. Kunnen we niet regelen? Het voor ons regelen. Ja, voor ons regelen. Wauw. Waar zijn je chickies? Hazen, man. Hè? Ja. Ik wil net in die camera. Roep eentje. Kijk hier. Wauw. Die man regelen. Wauw, oké. Ja, is hij het? Dat gaat regelen. Ja, fijn. Hé, bent je chief, man. Ik weet niet wat dit inhoudt. Ik zeg het tegen die man, waar kan je niet een paar dames voor me regelen? Weet je, bent hier? Oh, ja. Ik ben altijd op het goede adres. Wow, je bent op het goede adres. Hartstikke leuk. Wauw, ze zegt je bent een leuke jongen. Ja, dat klopt. Wat vond je leuk aan? Ik weet niet, ik ken hem nog niet. Kent hem nog niet? Nee, ik ken hem. Maar je wilt hem wel leren kennen. Ja, ik vind het helemaal prima. Regel die meisje. Pak die microfoon. Waar komt die vandaan? Katwijk. Oké. Okay. Ja, ik kom hier uit Leiden. Ja, ik ben hier wel geboren. Hoe oud ben je, meisje? Ja, 18. Hoe oud ben jij? 26. Vraag. Ja, verder weet ik echt niet. Nee? Ja, hoor. En heeft dit verdiend? Ja. Snapchat, ja? Ja, hoor. Wauw! Ja, regent het! Je regelt, pak je telefoon, sneller Jelle, nonchalant. Je ziet het, man, we regelen voor die man hier, man. Telefoonnummer. Die man heeft geen Snapchat. Heb je internet? Heb je Insta? Heb je ook geen Insta? Hoe kom daarbij? Ik ga voor je allemaal regelen. Mensen, ik wil even zeggen, credits naar deze man. Die man heeft het geregeld. Hij komt nonchalant in die camera. Bro, je hebt het geregeld, wat weet je daarvan? Je hebt Snap geregeld, wat weet je? Ja, leuk. Echt perfect. Ik ben blij, wat wil je zeggen tegen mijn kijkers? Ben je nog wat? Echt leuk. Goeie. Ga jij meenemen naar date? Ja, ik ga voor jullie allemaal chickies regelen. Wat ga jij meenemen? Kom eens, even. Wow. Bro, is genoeg hier, man. Is genoeg. Die meisjes worden bang. Wacht, hé, dames. Ze willen het niet, bro. Ze willen het niet. Laatste woord van mijn kijkers, zeg. Perfect. Je hoort het perfect, zegt hij. Ga jullie spreken, ciao. Ik sta hier vandaag met Tee, Luna, Jasmijn. Oké, leuke namen. Jullie zijn ready voor de vraag.
Ja. Weet je het zeker? Zeker. Dan ga ik je de vraag gelijk stellen, ja. Met wat voor afkomst mag jouw dochter of zoon niet thuiskomen qua vriendje of vriendin? Dat maakt me helemaal niks uit. Ik heb toch wel gewoon leuke jongens. So, wat is er met je stem gebeurd? Dat ben ik niet weg. Heb je gegeeld of zo? Ja, precies. Ja, veel feest. Ja, veel feest. Leidt zo zet. Ja. Vriendin mag ook met een Marokkaanse, met een buitenlandse, met een Surinaamse. Als ze leuk is. Ja, dan mag het. Ja, tuurlijk. Dus jullie vinden Surinaamse jongens, Antilliaanse jongens ook gewoon leuk? Ja. Ja, als hij leuk is, is alles goed. Ja, als het leuk is, maakt het niet uit. Hey, voor je hebt een man, hè? Jouw man is ook Nederlands, toch? Zij voor jouw man, vind je dat niet hard dat jouw dochter met een blakka thuis komt? Hoe ga je daarmee om? Niet dat het mijn man is. Als het maar een leuke jongen is, dan... Als het een stomme jongen is, ja dan nee. Maar anders helemaal goed. Je wat zeggen van mijn kijkers? Hoi! Hey. Goed, ik ga jullie spreken. Ja, doei doei. Ja toch, ik sta hier met... Amari bro, Amari. Wauw, oké, wat is je afkomst? Senegalees man. Wauw, oké, nice. Bro, ben je ready voor die vraag? Hoezo? Zeker weten. Sowieso, okay, joh. Ga ik je die vraag gelijk stellen, bro. Met wat voor afkomst mag jouw dochter niet thuiskomen qua vriendje? Zij! Broer? Zeg het straight. Oké, van mij mag Antie. Surinaam mag van mij. Marokkanen mag van mij. Maar bro, ik zeg... Wat mag niet? Ik moet niet racistisch zijn of zo. Hè? Ja, broer, is jouw mening, bro. Schijt aan die mensen hebben. Ik eerlijk moet zeggen, is mijn dochter toch? Jouw dochter. Met een. Zoals met een. Kijk, ik wil niet de racist zijn. Nou, niet meer Indianen. Nee, dat is Hindustanen. Ja, bro. Waarom geen Hindustanen, bro? Geef me even een voorbeeld. Waarom? Gewoon, broer. Zomaar kom je met een zoontje die half Indiaas is en half Senegalees. Dat combo niet, bro. Maar je loeft die eten van ze ook niet? Nog? Nee, waarom? Bro, weet ik veel, bro. Ik weet niet. Ik heb die chopping nog nooit gezien, maar... Ja, maar waarom zeg je dat je het niet doet? Gewoon? Het mixt niet met mijn afkast, toch? Het mixt niet met mijn afkast. Het heeft geen match of zo. Het heeft geen match. Het heeft geen match. We zijn er geliefd met in... Oké, maar stel je voor je dochter komt met een Hindustaan thuis. Wat zou je doen? Luister. Eén optie. Ik gooi met haar aan. Of ik leef van met zijn ouders in. Hem met zijn ouders in. Levend of dood? Maar niet uit, één van die twee, hij mag een keuze maken. Stel je voor een Hindoestaan, kijk nu, wat zou je tegen die Hindoestaan zeggen zo? Jullie zijn baas en zo, maar niet met mijn toekomstige dochter gaan. Dat zeg ik je één ding, niet met mijn toekomstige dochter gaan. Want anders... Anders? Wegwezen. Gaat van die deur, stel je voor een Hindoestaan, raak jouw dochters bil aan zo. Hij grijpt het. Broer, of ik trek hem broer, pop, pop. Schiet aan gelijk. Ja bro. Oh, ben boos? Ja. Ik ben echt boos op Hindustanen. Sowieso. Nou, ik ben niet boos, maar gewoon niet met mijn toekomstige dochter gaan. Dat is die optie toch? Ik hoor je, maar wil je wat zeggen? Nog laatste woord van mijn kijkers. Toch? Voeg me op Snap AmariC19. Toch? Voeg me op Insta Amari-071. Van de dames. Ja, toch? Van de dames. Voor die chickies toch? Voor die chickies. Ja, rustig, maar brada, kan je spreken. Ik ben hier om met. Met LK, man. LK, je hoort het. We zijn er Leiden, hè? Ja, toch? We zijn er gewoon, man. Bro, je bent ready voor die vraag, of niet? Ja, toch? Altijd. Met wat voor afkomst mag jouw dochter niet thuiskomen qua vriendje? Gewoon qua vriend. Ik ben niet op die racistische dingen. Maar als ik toch moet kiezen. Ja, toch moest kiezen? Dan zou ik zeggen. Oostblokker man, Oostblokker, nee toch? Oostblokker? Ja. Dus een Poolse man of zo, jij toch uit die kant gewoon? Ja toch, zeg je eerlijk, ik loop wel die Oostblokse chickies. Dus link moet gewoon, je weet toch? Ah, maakt niet uit als het nep is, je weet toch? We zijn er gewoon. Van neppe dingen ook? Ja, maar ik loef het gewoon. Ik eet het allemaal, nee. Dus je gaat een keertje een retourtje nemen naar Polen daar of zo? Ja man, we moeten iets checken. Maar waarom mogen ze niet met een Poolse boy thuiskomen? Ik weet het niet man, want in Bayern zijn hun altijd irritant. Je taft het wel. Ja? Taf je, in Bayern zijn ze niet te harde, dus je weet toch? Oost... Zijn rare boys. Ja man, is niet goed. Is niet... Die Bayers klan die me hebt geïrriteerd in ISO, broer, fuck jou. Als ik jou zie, ik ga je klappen nog steeds. Tof het. Ik ga je klappen nog steeds. Ah. Veel kijkplezier nog verder, je weet toch. Hey, rustig, brad. Ik ga je spreken. 100 man. Je ziet het, ik ben hier ook met... Met Sfasio, man. Met Sfasio, ja? Milano, man. Met wat voor afkomst mag jouw dochter qua vriendje niet thuiskomen? Een Somaliaan, man. Ja, broer. Somaliaan. Hoezo die Somaliaan, broer? Waarom die Somaliaan? Het zijn mooie mensen ook, hè? Ja, sommigen niet, toch? Oké, maar waarom mogen ze niet met een boze ogen thuiskomen? Ik weet niet, bro. Het is gewoon niet mijn ding. Gewoon Somma's. Gewoon geen Somma's. Ik weet niet, bro. Gewoon lof naar Somma's, maar niet met een Somma thuiskomen. Je vindt ze lelijk? Ja, ik vind ze lelijk. Bro, je vindt ze lelijk? Ja, ze zijn lelijk. Ja? En jij, je vindt ze ook lelijk? Ja, broer. Ja, man. Man, boys, wil je wat zeggen van mijn kijker? Lof, man.
En zo naar deze man. En zo naar mijn guy. Zeg jij? En zo naar hem, en zo naar jou. Ja, ik hoor je, maar boys, dankjewel. Maar ik ga jullie spreken, hè, 100. Dus ik sta hier ook met. Amen. Yesin. Yesin, oké, ai. Je bent ook geabonneerd op mij, heb ik gewoon. Hé, broer, kijk die camera daar, man. Met wat voor afkomst mag jouw dochter niet thuiskomen qua vriendjes zijn? Bro, sowieso geen China's en zo, man. Geen China's? Nee, man, bro. Nee, man. Hoezo geen Chinezen? Waarom geen Chinezen? Ik kan daar niet mee opschieten en zo. Ik hou daar niet van, je weet toch? Nee, je kan niet opschieten met ze? Nee, man. Nee, man. En voor je, stel je voor, jouw dochter komt toch met een Chinees. Wat zou je doen? Wat zou je eerste reactie zijn? Fakka. Je weet toch? Je zou gewoon deze gooien. Fakka, zo. Die vriendjes daarnaast, je gooit gewoon deze, vakken. Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar stel je voor, ze is echt verliefd, broer. Daar kan je niet switchen van. Ja, dus je wat blijft bij je dochter. Ik ga haar gewoon apart meenemen, ga ik met haar praten van, vakken, wat is dit dan? Waar die mattie bij is, waar die Chinees bij is. Fuck hem, vriend, wat dan? Broer, gaat die lumpia's op je gooien ofzo. Broer, laat hem komen, broer, dadelijk, hij gaat sushi voor je gooien ofzo. Kijk hier, hier hebben we twee dames. Kijk hier, ben je dit? Weet je nog wat zeg van mijn kijkers? Love, abonneer naar hem, je weet toch? Je hoort het, man, we zijn er. Ja, toch, rustig. Wil je wat zeggen, broer? Abonneer op hem. Je hoort het, man. Yes, mensen, zoals jullie kunnen zien, dit was weer de video van vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Mensen, abonneer op mijn YouTube-kanaal. En zoals het hoort. Abonneer op mijn YouTube-kanaal, zeg eventjes. Waar zijn jullie van? Waar zijn jullie van? Een YouTube-kanaal hebben we. Echt? Wow, mensen, je ziet er twee dames gewoon hier gekomen. We gaan de video gewoon zo afsluiten. Toevallig zo. Mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten. Abonneer op mijn kanaal. Wat moeten ze doen? Abonneren, toch? Ja, toch? Ja, abonneer op mijn kanaal. Er zijn Noisha hier gekomen. Hoeveel blauwe duimpjes onder deze video? 2000. Jullie horen, 2000 likes hier in Leiden. Laat even een reactie onder. Moeten ze reageren hieronder? Natuurlijk moeten ze reageren. Gaan we nu de video afsluiten. En dan gaan we samen zeggen ciao, ciao, ja? 3, 2, 1, ciao, ciao. It's Joel on the bed.